Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts. Een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans. Ik ben de Endometal Specialist bij Gold Republic. Ja, en ik begin toch direct even met de koers van goud en zilver. Want wat zagen we vorige week vrijdag? Ja, ik heb het ook even op mijn Twitter gedeeld. We gingen door, weer door die 71.000 euro per kilo. En, ga, en zilver weer door 900. Ja, prachtige niveaus. En ja, ik had de Twitter nog niet uitgegooid. Ja, eigenlijk wel. Maar vlak daarna, wat gebeurt er? Ja maar een enorme klap naar beneden. Of in ieder geval, een klap naar beneden. En ik, uh, ja, ik, ik zie daarin toch een soort van patroon. Een patroon van, uh, van manipulatie zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval een poging om die koers wat te drukken. En wat ik heel leuk vind, is dat steeds meer mensen dat doorhebben. En dat steeds meer mensen dan zeggen: Nou. Ik zie hier een dipje. Ik zie dat er fundamenteel enorm veel mis is in de economie op macrogebied. Dus wat ga ik doen? Ik ga die dip ga ik opkopen. Die dip blijft opgekocht worden. En, en dat vind ik heel mooi om te zien, want je ziet dan ook die koers weer oplopen. Dus het lijken pogingen om ons te weerhouden om goud en zilver aan te kopen. Maar steeds meer mensen hebben dat door. En denken, nou, als ik naar de economische vooruitzichten kijk, dan zie ik geen enkele reden waarom ik niet meer of in ieder geval wat goud moet kopen. En, en ja, dan, dan zeg ik het toch hoor. Kijk, heb je nog geen goud? Dan moet je dat echt gaan overwegen. Uh, ik zeg niet, je moet het doen. Uh, maar ik zou het wel. Overwegen, want ja, er is fundamenteel een hoop mis. En wat ik heel mooi vind aan goud is: ja, ik ben uh, dol op goud en zilver. De enige twee vormen van echt geld, maar dat is dat ook het je de mogelijkheid geeft om het te kopen en nooit meer te verkopen. Kijk, doe je dat met crypto, met aandelen, met obligaties, met vastgoed, met auto's, met klokjes. Het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dan komt er een moment waarop datgene wat je hebt gekocht waardeloos is. Nul waarde heeft. Vastgoed wordt ruïnes, klokjes vallen uit elkaar of roesten kapot. Of nou, noem het allemaal maar op. Bedrijven gaan ten onder, waardoor die aandelen niets meer waard zijn. Alleen goud en zilver. Doorstaan die test van de tijd. En dat vind ik een prachtig gegeven. En ik hoor ook steeds meer mensen daarover. Van ja, nou, ja, ik koop dit. En dan hoop ik dat in die goed gebalanceerde portefeuille. al die andere elementen het zo goed doen. dat ik dat stukje. wat ik investeer in goud en zilver. nooit hoef te verkopen. En dat ik daarmee ook. Generationele welvaart opbouwen. Nou, ik vind dat een hele mooie gedachte. Het is ook mijn ambitie om, om het ene metaal dat ik bezit, om dat nooit te verkopen. Nooit. Want ja, als het verder goed gaat met me, waarom zou ik dan dat anker uh, gaan verkopen? Nou, en mijn ambitie is dus ook om dat niet te doen. Nooit te doen. En, en ik, ik heb het idee... dat steeds meer mensen ook vanuit... diezelfde filosofie... vanuit die gedachten denken... nou, als ik dat... nou gewoon aan kan houden... en het nooit hoef te verkopen, dan weet ik in ieder geval... dat ik één generatie later... twee, vijf, tien generaties later... nog wat heb van waarde heb kunnen... doorgeven. En, en ik denk dat dat ook... Um, als, een, ja, als een... soort erfenis... heel erg... Uh, mooi is om eventueel door te geven. Nou goed, die koersen moet ik wel nog even met jullie delen. Goud op dit moment, het is de 25ste. Het is dinsdag. Het is, uh, nou ja, laten we zeggen, ongeveer uh, 11 uur. En de koers van goud staat op zo'n 69.700 euro. De koers van zilver op zo'n 885 euro per kilo. Ja, en dan direct naar het eerste onderwerp. Ik heb een rode draad. En dat is ja, toch interventie of bemoeienis van de overheid. Ik ga het hebben over de hoge energieprijs. Ik ga het hebben over. Verhuurders die uh, huurders aanklagen. En ik ga het hebben over de, uh, nou ja, het gebod. Of het, dat, dat het verplicht wordt voor het MKB om, om CO2-uitstoot van werknemers te gaan inventariseren. Nou, ja, ik begin even bij dat eerste. Die hoge energieprijzen. Die hebben daar natuurlijk ook enigszins mee te maken. Uh, ja, die energieprijzen. Die blijven namelijk hoog. Er is steeds meer sprake van energiearmoede in Nederland. Heel erg triest. Hè? Ja, het is super triest. Het was nog geen 10, 15 jaar geleden dat energie als een soort basisbehoefte eigenlijk voor iedereen betaalbaar was: iedereen kon, iedereen kon gewoon de kachel aanzetten, iedereen kon de veun aanzetten, iedereen kon de, 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 de ja, aanzetten wat ze nodig hadden om te leven. En het is Super triest dat we als land zo ver zijn afgegleden, eigenlijk. Dat er nu in Nederland honderden duizenden mensen lijden aan energiearmoede. En waar komt dat dan door? Nou, er zit nog voor duizenden jaren aan traditionele brandstoffen in de grond. Duizenden jaren. Voor de hele wereldbevolking, ook al wordt die wereldbevolking tien keer zo groot. En het is dan ook de overheid. Overheden wereldwijd. Die de toegankelijkheid tot die bijna eindeloze hoeveelheid brandstoffen. Die dus voor zo goed als gratis kunnen worden geleverd, aan ons, tegenhouden. En ook hier moeten we dus weer zien wie hier dwars ligt. Zijn dat die grote bedrijven? Nou. Ja, een, een bedrijf uh, dat, dat vanuit een marktmechanisme werkt, zal proberen om, om tegen een zo goed mogelijke prijs het beste product of de beste dienst aan te bieden. Dus het is niet de markt die hier dwars ligt. Het zijn de overheden die zeggen: nee, u mag geen gas uit de grond halen. Nee, u mag geen olie uit de grond halen. En hebben we daarbij uh, rekening te houden met bijvoorbeeld het milieu? Uiteraard, ik ben dol op het milieu. Ik vind het prachtig om te kijken naar dieren en planten en de leefomgeving intact te houden. Maar ook daar zal de markt een oplossing bieden. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Maar dat verantwoordt niet de, nou ja, laten we zeggen, prijsstijging, die ja, inmiddels zo hoog is, zo groot is geworden, dat dat er in Nederland sprake is van honderden duizenden energiearmoede. Uh, nou, slachtoffers van de energiearmoede. Nou, en in, de, in plaats van het uh, gaan naar die bron... namelijk de toegankelijkheid tot traditionele brandstoffen... het belasten van die brandstoffen. Wat gaat de overheid doen? Ja, Die gaat die mensen die te lijden hebben onder die energiearmoede steunen. Ja, dat is natuurlijk uh, het paard voor de wagenspannen... Of achter de wagen spannen, moet ik zeggen. Het paard achter de wagen spannen. Want in een plaats van dat je de oorzaak aanspreekt. ben je aan symptoombestrijding aan het doen. Dus de gevolgen van je beleid. ben je aan het bestrijden. En dat is ook een, een, een rode draad door deze aflevering. Want dan ga ik naar het volgende onderwerp. Namelijk dat er uh, huurders zijn die zeggen: ja, wij hebben te veel huur betaald. en wij gaan uh, de verhuurders aanklagen. Kantonrechters die hebben daar uitspraken over gedaan. En wat blijkt nu? De kans is heel groot dat die uh, huurders gelijk krijgen. Ja, dan, dan uh, die, die, die verhuurders die in Nederland, en laat ik direct zeggen, ik huur ook, hè, dus ik zit hier aan de goede kant van die uitspraak, neem niet weg dat het principe uh, heel erg destructief is. Namelijk. Die verhuurders die worden straks aangeklaagd. en die komen dan mogelijk voor miljarden aan schadevergoedingen te staan. Dus die moeten dan die, die huurverhoging terugdraaien. Niet alleen dat, het teveel in de huur moet ook nog worden teruggegeven. Ja, en wat denken jullie? Ik ben ook benieuwd, hè, oprecht, uh, naar wat jullie vinden. Wat denken jullie dat dat gaat doen met de ondernemer, de kleine. Uh, verhuurder, ook de grote verhuurder, wat gaan zij daar, hoe gaan zij daarop reageren? Nou, kan wel iets bedenken. Namelijk, nou ja, deze markt, daar wil ik niet meer gezien worden. Dus ik onttrek me uit die markt. Dan zijn er dus minder aanbieders. En wat heb ik zojuist gezegd over marktmechanismen? Meer aanbieders, lagere prijs, beste dienst en product. Dat is gewoon marktwerking 101. Iedereen kan dat bedenken. Maar op het moment dat je een vestigingsklimaat, omgeving creëert die ontzettend onaantrekkelijk is, ja, dan zullen ook aanbieders zich terugtrekken uit die markt. Nou, ja, als jij een paar miljard collectief uh, voor je kiezen krijgt, ja, dan zul je wel nog even twee, drie keer je achter de oren krabben, of jij je nog wel op die markt wil begeven. En ik voorzie dus dat ook hier weer, doordat de overheid bepaalt hoe hoog huren mogen zijn, doordat de overheid het ontzettend duur maakt om huizen te bouwen, huizen te exploiteren. Ze moeten worden. de, de grondprijzen die zijn gigantisch. Ze moeten worden de duurzaamheidsverplichtingen. En ja, de keuze is daardoor nul. Overal van die Phoenix wijken uh, En. En de, de diversiteit die gaat heel erg naar beneden. Uh, want het ziet er allemaal een beetje hetzelfde uit, hè? die eenheidsworst. En de prijzen zijn heel hoog. Dus het aanbod is doordat er zoveel regels zijn, minimaal. En niet alleen dat. Door de, de minimale aanbod en, en die druk zijn de prijzen mega, mega hoog. Ja, koop maar ergens een huis. Ja, Ik, ja, ik, zou, ik doe het niet. Hè? Ik doe het gewoon niet. Ik ga niet in een Fienex-wijk wonen ergens. Want ik denk, ja, kan ik me identificeren met zo'n huis? Nee, en het is toch een thuis? Je wilt toch ergens wonen waar je, je ook prettig voelt? Nou, goed. En ik begrijp iedereen die wel in een Phoenix-woning zit hoor. Want ja, allereerst, je hebt het al hartstikke goed gedaan. En twee, soms is er ook gewoon geen keus. En er is straks ook geen keus meer voor die verhuurders om te zeggen, we kappen ermee. Nou, dan het laatste onderwerp. En dat is de plicht van de overheid. Om uh, die zij hebben nou ja, overgedragen aan het MKB om CO2-uitstoot te gaan inventariseren. Ben jij een ondernemer en je hebt meer dan 100 personeelsleden, dan moet jij van alle werknemers de CO2-uitstoot gaan monitoren, gaan inventariseren. En daar natuurlijk straks ook meer belasting over gaan betalen. Is dat nog niet het geval? Dan wordt dat uiteraard het geval. Ik bedoel, dit zijn allemaal systemen die worden niet voor niets opgetuigd. Um, en mijn vraag is nu, of in ieder geval, uh, laat ook hierover weer weten wat jullie denken. Maar ik zit even te bedenken, stel, je bent een MKB'er en je hebt het al moeilijk. Want het is sowieso lastig om een MKB'er te zijn. Ook als je twintig man in dienst hebt, ook als je 200 man in dienst hebt, het is lastig om een MKB'er te zijn. Al die regels, al die lastendruk, al die um, aanvullende belastingen en. en ik ga echt uit van het nou, goede als MKB'er. De meeste MKB'ers, de meeste ondernemers, die willen een mooi product of een mooi dienst leveren tegen een mooie prijs. En, en zijn ook mensen, mensen. En proberen het ook voor hun personeel zo, zo fijn mogelijk te maken. Uh, zijn, is dat in alle gevallen zo? Natuurlijk niet. Maar in de meeste gevallen is dat zo. Maar stel je bent MKB'er en je hebt 115 man in dienst. Wat ga je dan doen? Ga jij dan je organisatie nog verder belasten? En je moet die prijs ook doorgeven, hè? Ik bedoel, er bestaat niet zoiets als het absorberen van al die kosten eindeloos, zonder dat je die kosten door moet geven. Dus het heeft ook nog een inflatieverhogend effect, want je moet op een bepaald moment die Extra lasten, die moet je doorgaan berekenen aan je klant. Ja, dus alles wordt weer duurder. Uh, maar dat daar gelaten. Het kan natuurlijk zo zijn dat als jij net op die rand zit... laten we zeggen tussen de 100 en 120 man in dienst hebt... en in één keer al die regels naar je toe gegooid ziet... dat je dan zegt, nou ja, als ik een stukje automatiseer... als ik een stukje efficiëntie toepas, dan moet ik... De keus maken om van 120 naar 99 man te gaan. Voor sommigen is dat niet eens een keus, want als zij die regels moeten absorberen, dan bestaan ze gewoon niet meer. En ik zie ook hier weer, dus ja, die, die, ja, die overheid. Die maar denkt wat regels te kunnen verzinnen. Dat over de schutting te kunnen te gooien van het bedrijfsleven. En die hele grote organisaties. met uh, ja, tienduizenden mensen in dienst. Ja, die kunnen dat absorberen. Die, die richten gewoon even een, nieuw, uh, een nieuwe afdeling op. Met. Uh, nou, we gaan dit allemaal inventariseren. Alleen nog maar elektrische auto's. en noem het allemaal maar op. Maar als jij op die rand zit. dan begrijp ik heel goed. dat je denkt, jongens. Komt dit er ook weer bij? Kunnen ze me niet gewoon met rust laten en gewoon laten ondernemen en, en uh, een mooi product of een mooie dienst aanbieden aan de mensen die dat willen afnemen? Nou ja, ik ben benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Ja, de rode draad is een beetje toch overheidsbemoeienis. En, en wat ook de gevolgen ervan zijn, en vooral. En het is niet zozeer die overheidsbemoeienis, maar het is vooral dat het, als nou Nederland daar veel beter van werd, als nou. Ondernemers uit de hele wereld hier naartoe wilden komen om te zeggen: Nou, daar is het vestigingsklimaat zo geweldig, daar willen wij zijn. Want daar gebeurt het en daar zien wij de mogelijkheid om um, ja, het land nog mooier te maken. Ja, en, en het tegenovergestelde is natuurlijk waar. Ik bedoel, jullie kijken ook vanuit de hele wereld, heb ik, uh, heb ik gezien. En ik vermoed zomaar dat een aantal van jullie ondernemer zijn en hebben gezegd: ja, ik moet Nederland verlaten, want ik hou het niet vol. Dus uh, laat ook dat weten. Uh, bijvoorbeeld: waarom ben je Nederland uitgegaan? Is dat heeft dat ook met het vestigingsklimaat te maken? Heeft dat met de lastendruk te maken, met de regeldruk te maken? Ik ben benieuwd. Um, like deze video ook even. Ja, het is heel erg belangrijk, ook voor het algoritme. Nou, ik heb het al een aantal keren gezegd. Ja, en abonneer je ook. Hè. Ik ben ambitieus, zoals jullie weten. 40.000 abonnees aan het einde van dit jaar. Ik zou het prachtig vinden. Kan dan ook weer van alles aan jullie gaan schenken. Dus abonneer je op het YouTube-kanaal. Uh, stuur deze video ook door uh, naar uh, vrienden, familie die ook de boodschap even moeten horen. Dus stuur die video ook even door. Laat hieronder een comment achter. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkoorts.